zeg je. Nou, we hebben nu al 18 XP. Het gaat niet heel goed. Het gaat ook niet heel slecht. Dus dan kunnen jullie een beetje kijken van nou, hoe gaat het ongeveer in Civcraft, what the fuck? In Annihilation. Je kan het gewoon gratis spelen. Het is gewoon op de shotbow. Dus ik zou zeggen, weet je, als je denkt van ah, het ziet er leuk uit. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon een keer op die server. Ik wil eventjes wat. Ik wil wel wat veel iron eigenlijk. Want als ik dan een keer dood ga met iron armor, kan ik heel snel weer een nieuw setje iron armor maken. En het is natuurlijk veel XP wat je krijgt. Dus het is alleen maar pluspunten. Zoals jullie kunnen zien, veranderen de blokjes die ik weghak in cobblestone. Dat hoort. Na een tijdje switcht het cobblestone weer terug in iron. En zo kan je gewoon in deze mijn blijven. De hele tijd het iron weghakken. En dan uiteindelijk gewoon level 30 worden met lekker veel iron. Ik wil zo ook naar het midden gaan. Om diamonds te krijgen. Zodat ik een diamond armor set kan maken. En omdat in het midden gewoon echt een fucking vet gevecht meestal gaande is. Kijk hoeveel mensen. Oh fuck. Nee. Oh my god. Goed, dat gebeurt dus ook fucking regelmatig. Hinderlijke bitches. Ik denk dat ik naar die kerel nu ga rampagen. Want die kerel die viel mij fucking hard in mijn rug aan. Kerel, ik ben hier net dood gegaan. Dus waar is die kerel nu? Die kerel kan toch niet opgelost zijn ofzo? Dat zijn gele. Die zijn van ons. Oh wauw. Nou. Ik heb wel nog wat hout weer nodig. Want je spant niet met een schep. En ik heb natuurlijk alles afgezet met een schep. Dus heb ik weer hout nodig. Dan kan ik weer een schep maken. En dan, je snapt hem wel. Nou, dan hebben we hier nog wat hout. Stokjes. Volgens mij is er niemand in mijn huisje. Of in mijn huisje. In mijn dingetje gekomen. Omdat de deur er nog voor staat. Dat was hier. Ja, dankjewel. Ik hoor alweer mensen worden aangevallen. Dus ik sluit het wel gewoon af. Nee, iets is. Oh, 8 iron. Dankjewel. Wat ga ik nou maken? Nou, een zwaardje. Natuurlijk. Een pickaxe. Dan ga ik even kijken of ik nog wat allemaal kan maken. Ik weet niet. Ja, volgens mij kan ik nog een chestplate zo. Ja. Nou, doe die. Zo. Doe die. Zo. En dan gaan we er weer uit. Shuffle. Yep. En ik denk dat ik nog heel even die mijn inga. Om de simpele reden dat ik gewoon nog wat iron nodig heb. En die mijn is gewoon, zit niet zoveel mensen in. Ik moet alleen wel even uitkijken dus dat ik niet weer geattacked word. Want ik had fucking veel iron. En dat doen ook mensen heel vaak. Dat heb ik bij Stees AKK gezien. Gewoon met een iron zwaard de mijnen van de tegenstander inrennen. Die gozer skillen die dus wat iron hebben. En dan dan gewoon weer terugrennen. Zodat jij, zeg maar, de iron. Oké, daar loopt zo'n groen mannetje. Ik ben benieuwd of ik hem kan pakken zo. Want hij komt hier langs. Ben benieuwd. Hij zit hier boven ergens. Maar ik neem even deze kopweb mee. Niet inspringen, dankjewel. Dan kan ik even een boogje maken. Ik heb nu 3, ja. 4 voor de zekerheid. Ja, hier loopt die kerel dus wel. Dus, ja, zie je? Zie je? Deze bitch. Maar, zag je het? Hij heeft dus iemand met echt gewoon iron, vette iron shit, heeft hij naar beneden gegooid. Ja, dan ben je dus alles kwijt, dat is balen. Even kijken, iron weer hakken. Nou, dat is waarschijnlijk net ook die kill die mij had gekillt. Dus ik ben, oh fuck, nou ben ik ook weer al mijn XP kwijt. Oh, dat is jammer, dat is echt heel erg balen. Nou, als ik maar even een iron setje kan krijgen. Zoals jullie zien, het is nu ronde 3. En als ik nou eventjes wat iron kan weten te scoren, zou het heel fijn zijn. Daar zie ik alweer iemand groen lopen. Dus dan ga ik zo weer achteraan. Nadat ik weer wat iron heb.
Geef even snel het iron, dan kan ik even die groene pakken. Dankjewel spel, dankjewel. Wat? Dankjewel spel, dankjewel spel. Dankjewel. Dankjewel, schiet op. Dankjewel, schiet op. Dankjewel, schiet op. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Waarom zeg ik altijd dankjewel? 29, oké, ik heb meer dan genoeg niet. Way too much. Ga ik snel weer mijn grotje in, om het zo maar te zeggen. Dan stop ik het daar gewoon in. En dan kan ik daarna nog dat keeltje aanvallen. Die ons net aan ging vallen. Of ik weet niet of dat hem is. Maar in ieder geval. De vriendelijke vriend. Die bezig was iedereen te rampagen. Dat is niet lief. Nou, dan ga ik hier weer uit. Ga ik eerst even wat eten zien te zoeken. Net alsof het heel moeilijk is. Even kijken. Die kerel die was hier ergens. Maar waar ben jij, meneer? Nou, hier is dus een hoop met gravel. En uit gravel valt natuurlijk ook weer naar kobbel. En daar krijg je botten, veren, pijlen en stinks uit. Dus dan kan je heel goed en snel pijlen en een pijlenboog mee maken. Pijlenboog wil ik zo gaan upgraden. En dan hopelijk met het iron weer even een iron shoot maken. En dan ga ik zo snel mogelijk naar het midden. Maar het is echt, het midden is gewoon gekhuis. Dus ja, het is gewoon fucking moeilijk om daar te proberen te overleven. Nou, even kijken hoeveel shit ik nu heb. Volgens mij heb ik nu wel meer dan genoeg. Oké, ik ben boven. Kan ik hier nog doorheen? Mensen zetten wel leuk alles af, maar ze snappen waarschijnlijk niet dat je dat mensen ook van buitenaf weer naar binnen willen. Dankjewel. Ik zet gewoon hier mijn crafting table neer zo. Is het tenminste nog een beetje beveiligd. Oh ja, ik ging hier eten halen. Dat klopt. En mijn mobiel gaat af. Ik weet niet of jullie dat horen. En dan kan ik met het eten kan ik weer even zorgen dat ik niet dood ga. Dan ga ik even naar mijn iron ding. En dan is ook een zwaard nu. Ah, ik ga nu wel een boog proberen te maken. Wacht, ik ga even opnemen en dan zie ik jullie zo.